Ik pak er even een deken bij. Ik ben er klaar voor. It ain't my fault. Ik weet eigenlijk niet waarmee ik moet beginnen. Ik denk dat ik maar begin met... Hey yo, wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. En vandaag is het een hele ander soort video dan normaal. Ik ga namelijk een soort van uitleggen. En nee, niet meteen wegklikken. Want het wordt best wel interessant. Deze deken is toch wel best wel irritant. Dus die doen we maar even weg. In ieder geval ga ik het met jullie hebben vandaag over... Ten eerste, waarschijnlijk hebben jullie het al in de titel gezien. YouTube schakelt reacties uit. Echt helemaal nice. Ik ga het straks allemaal uitleggen hoe het zit. Want ik had het natuurlijk ook al op mijn Instagram gezet. Volg me allemaal op Insta trouwens. Bo.René. En ik kreeg superveel DM's ook van jullie. Allemaal van, oh, wat zielig en zo. Maar ik kreeg ook heel veel DM's met nog meer informatie en zo. Dus zo ben ik er ook heel veel... Jeetje, ik kom goed uit mijn woorden vandaag. Maar zo ben ik er ook achter gekomen wat, wie en waar, zeg maar. Nee, Bo. Wie, wat, waar, wanneer. Dat is hem. Dus dat ga ik jullie even duidelijk uitleggen voor de mensen die het ook allemaal dachten van... What the fuck? En verder ga ik het ook nog even over mezelf hebben, want mijn afwezigheid was ook weer top op YouTube. Huh? Oké, in ieder geval veel te lange intro alweer, dus laten we gaan beginnen! Yeah! Ik pak wel even chips of zo, dus... Laten we beginnen bij het begin. Op een dag, een bijzondere dag, iets van een week geleden of zo, of anderhalf week geleden, was ik thuis. En ik dacht, weet je, ik was YouTube aan het kijken en ik dacht, laat ik eens mijn reacties checken, want ja, daar had ik gewoon zin in. Dus, ik ging naar mijn YouTube, my channel, ik scrolde naar beneden voor de video die ik wilde aanklikken. En het was de Zuid-Afrika vlog. Oh. Je scrolt naar beneden en boom! Dit mensen, dit is wat je ziet. Comments are disabled for this video. Dus wat dacht ik, wat jullie natuurlijk ook denken. Oh, dat is alleen voor deze video. Wat ook al heel raar was, maar prima. Dus ik naar een andere video. Stop. Oh, deze is niet zo heel leuk om te gaan kijken. La 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 la. What? Oh, what? What? Ja, comments are disabled for this video. En stop. La 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 la. Oh. What? What? Ja. Dus ik begin natuurlijk een beetje te stressen. Meteen mijn vader bellen. Papa, papa. Ja, papa wist het ook niet natuurlijk, lief meisje. Nee. Dus ik ging naar YouTube instellen. Dus de creator studio, zeg maar, onder YouTubers onder ons. Even een chipje ondertussen. Oh ja, voordat ik haatcomments krijg. Oh, hey, wacht. Ik kan geen comments meer krijgen. Yalalala. Nee, grapje. Dit zijn geen chipjes, maar kroephoek. Dus ging ik op mijn laptop naar Creator Studio. Hey! Ik wil net zeggen, ga top deze video. Maar ik doe het door, jongens. Bruh. Ik kom er net achter. Dus ik dacht, ik ga even dat pop-up scherm laten zien. En ik zie opeens 5 minuten geleden reactie. 2 dagen geleden reactie. Maar wat wel opvalt, het is allemaal onder dezelfde video. Dus ik ging net even kijken. En alleen op de giftigste vis van Europa zijn opeens wel reacties. Maar voor alle andere video's nog wel. Heel apart. Oké, in ieder geval, ik heb niet meer dat pop-up ding. Het is ook weer helemaal veranderd. Oh, ik haat YouTube, jongens. Echt. Als er één ding is waarom ik met YouTube zou stoppen... Ik weet, ik ga het op mijn YouTube. Is het omdat het gewoon zo irritant de site is? Het werkt. Ja, het wil nooit meewerken. In ieder geval, we kwamen tot de conclusie dat het dus niet helemaal snor zat. Dus gingen we nog een poging wagen om op internet even te kijken. Hey, hey.
En uiteindelijk kwam ik bij support.google.com. Tada! Reacties in- of uitschakelen. Sinds 20 februari 2019 schakelen we reacties tijdelijk uit voor bepaalde video's. Dit maakt deel uit van de reeks maatregelen om minderjarigen te beschermen. Like, I need protection. Jij bepaalt dat YouTube? Oké. Als aanvulling op onze gebruikelijke beschermingsmaatregelen hebben we een agressieve aanpak toegepast. En reacties tijdelijk uitgeschakeld voor tientallen miljoenen video's waarin mogelijk minderjarigen voorkomen. Ja, heel agressief. We hebben goed nagedacht over deze maatregel. We weten dat reacties belangrijk zijn voor het contact tussen creators en hun community. Heel belangrijk, ja. Wat? We moesten deze belangrijke maatregel echter nemen om de veiligheid van kinderen op YouTube te waarborgen. Straks volgt meer informatie. Hoewel de creators achter deze kanalen misschien niets fout hebben gedaan. En hun video's misschien aan alle regels voldoen, passen we een agressieve aanpak, agressief 2.0, toe op content die minderjarigen in gevaar kan brengen. Kom regelmatig terug voor updates. Yeah! Nou, dat was dus de informatie die op support.google.com stond. Dit had natuurlijk nog helemaal geen uitleg. Dus ik had op mijn Insta gezet, wat is dit? Dit slaat helemaal nergens op. Thanks voor al jullie DM's die me hebben geholpen en gesteund. I love you so much, guys. Nu doe ik ook echt alsof het super erg is dat ik echt sterf of zo. Dat is natuurlijk ook niet, maar ik vind het gewoon super jammer. Want ja, ik denk dat jullie ook wel kunnen begrijpen dat als je een YouTube-video plaatst en je hebt er heel hard aan gewerkt en zo, dan is het gewoon super leuk als je in de eerste 20 minuten en zo gewoon de hele tijd lekker reacties kan lezen en kan liken en kan zien wat jullie ervan vinden. Misschien haatreacties, maar natuurlijk ook leuke reacties. Ik vind het allemaal leuk om te lezen en ik, ja, nu is het gewoon weg. En ik kan niks meer kijken. Nou, blijkbaar dus alleen onder de visvideo. Je blijft in mijn hart mijn visie. Ik zweer, ik ben gewoon blij dat ik die vis nu heb gehad. Want, money. Nee, even zonder grapjes. Ja, ik vind het gewoon natuurlijk super balen. En ik hoop dus, wat YouTube dus zei in support.google.com, wacht voor updates. Nou kwam er een filmpje binnen, gestuurd van een van jullie. Shoutout! Wacht even, ik weet niet meer hoe ze heet. Oké, sorry voor degene die het heeft opgestuurd. Ik weet je naam niet meer. Ja, found it. NOS Stories. Ga allemaal volgen, jongens. Ik zweer het zo fijn. Want ja, ik weet het. Journaal op tv is super saai. Dus kijk lekker NOS, zodat je wel iets weet van wat er in de wereld natuurlijk allemaal gebeurt. Ik sta daar gewoon heel erg achter. NOS Stories heeft dus een filmpje geplaatst. En dat gaan we nu even met z'n allen bekijken. Je kunt straks niet meer commenten onder een hoop YouTube-video's waar kinderen in zitten. Bij filmpjes met jonge kinderen wordt die mogelijkheid helemaal dichtgegooid. Bij video's met oudere kinderen als er kans is op ongepaste reacties. Vorige week kwam YouTube erachter dat er soms gereageerd wordt met tijdcodes waarop een kind onbedoeld iets doet dat sommige mensen opwindend vinden. Oké, conclusie. Pornosites of pedo's plaatsen een tijd onder mijn YouTube-video's waarin ik een pose of een geluid maak of zo. Dit klinkt heel verkeerd. Die zij opwindend vinden. En daarom mogen al mijn fans en alle haters niet meer reageren onder mijn video's. Yeah, top. Thanks YouTube. Goeie agressieve aanpak. Natuurlijk vond ik dit natuurlijk een beetje te weinig informatie. Want waarom heeft YouTube dat gedaan? Ja, voor die pornobewegingen. Maar hoezo, ja, dat is niet iets dat je meteen denkt, ja oké, let's go, alle reacties uitschakelen. Dus heb ik nog wat meer onderzoek gedaan. Thanks to my mommy, die er ook even bij heeft geholpen. En we hebben een volgend artikel gevonden. Oh nee, we hebben niet een artikel gevonden. Nou, mijn moeder had een artikel gevonden en ze had het even opgenomen. Dus ik ga nu even het spraakmemo laten horen. Oké, gaan we 3, 2, 1. Camera was uitgevallen. Maar goed, we gaan verder met mijn moeders toespraak. Hell yeah! Een jaar geleden hebben de adverteerders van de bedrijven bij YouTube geklaagd dat er bij jeugdige filmpjes en kijkers ook reacties geplaatst worden die schadelijk kunnen zijn voor de jonge kinderen. YouTube heeft daarom toen, een jaar geleden al, daar iets aan moeten doen. En toen hebben ze dus bij bepaalde jeugdige filmpjes al reacties weggehaald. En dat is al een tijd geleden. Maar nu blijkt op dit moment dat die adverteerders toch vinden dat YouTube dat niet goed genoeg heeft gedaan. Dus hebben die adverteerders weer geklaagd met z'n allen. Coca-Cola en de IBM en weet ik veel, allemaal die grote bedrijven.
dat ze vinden dat YouTube het veel beter moet doen. En nou heeft YouTube dan toch maar een keer heel goed even een keertje een actie gedaan. En nu hebben ze dus bij alle jeugdige kijkers, bij iedereen die jonger is dan... Nee, niet bij iedereen. Bij velen hebben ze een hele grote actie op losgelaten dat ze alle reacties wegnemen. Maar dat gaat natuurlijk niet voor altijd. Dus ze doen dat voor een periode, een testperiode, om heel even te laten zien ook dat zij het serieus willen oplossen. En zodat die adverteerders weer blijven. Dat is het verhaal. Dus het zou 2-3 maanden zo'n beetje zo duren. Geeft YouTube aan. Dan kan je misschien ook even nog... Ik denk zeker niet. Wat heeft jouw moeder voor aangestemd? Maar we waren moe en chagrijnig allemaal die avond. Dus dan krijg je dit. Maar wat mijn moeder dus probeerde te zeggen... Adverteerders waren dus boos geworden op YouTube. Omdat ze het niet goed vonden dat YouTube zomaar minderjarigen in contact liet komen met... pedo's, zeg maar, die dat gewoon hun gang mochten gaan. En zij wilden daar dus niet meer voor adverteren. Zo. Dus YouTube moest dus deze agressieve actie wel ondernemen. Anders zouden de adverteerders niet meer willen adverteren. YouTube heeft geen geld meer. De YouTubers verdienen geen geld meer. YouTube gaat failliet. Alles gaat mis. Oh my god. Dus de enige oplossing was alle reacties uitschakelen. Yeah. Nee, nog steeds niet een goede oplossing, maar oké. Zoals jullie merken ben ik er hartstikke erg tegen, maar dat heb ik natuurlijk al uitgelegd waarom. In ieder geval, we kunnen er niks meer aan doen. Dit is nou eenmaal de status. Ik dacht, ik ga jullie het even vertellen hoe het nou eenmaal zit. Ik weet dus niet voor hoe lang het is. Misschien kunnen jullie mijn hele YouTube-carrière niet meer reageren onder mijn video's. Ik heb trouwens wel nog even gekeken bij andere YouTubers. Maar YouTubers zoals Nina Schotpoort, de kleine YouTuber. Bijvoorbeeld bij Senna Battled, ik weet niet of jullie haar kennen. Ik heb even allemaal research gedaan. Die heeft het bijvoorbeeld wel nog. Daar kan iedereen wel op reageren. En bijvoorbeeld Forever Jade, daar kan ook iedereen op reageren. Dus ik ben zo van... Bruh, zij zijn echt ook minderjarig. Waarom ik wel, zij niet? Maak ik meer seksuele beweging of zo? In ieder geval, ik denk niet dat het zo zit. Dus ik weet niet of YouTube het nou random heeft gedaan. Of dat ik serieus van die tijden onder mijn video's had. Ik hoop het niet, maar I don't care actually. Ik bedoel, maakt me eigenlijk niet echt... uit. Oh god, het gaat de hele verkeerde kant op. Ik ga hier niet te diep op in. Dit was dus mijn informatie over YouTube. Ik hoop dat jullie het een beetje begrepen. En nog één ding. Nog steeds mis ik jullie reacties heel erg. En ik zou het heel erg waarderen. Want als je iets tegen me wil zeggen of zo, het gewoon via Instagram doet. Dat is dus de enige manier waarop we nu kunnen connecten. Of allemaal alle reacties onder de Vince video plaatsen. Ook een optie. Mijn Instagram is dus bo.rené. YouTube, als je dit ziet... Ja, ik zou heel graag mijn reacties terug willen. En dit is echt waardeloos. Gaan we het nu hebben over hoe ik mij voel. Grapje. In ieder geval ben ik de afgelopen maanden niet echt heel actief geweest op YouTube. Ik heb wel, ja, nog wel gepost, maar niet elke week strikt. Maar het was ook de vakantie en dit en dat en school. Het is gewoon killing. Ik zit dus nu 3 VWO. En ik weet het, al die YouTubers... school, Maar... Oh mijn god, krijg ik nu weer... krijg ik nu weer tijden onder mijn video's met porno? Ik probeer echt mijn best te doen, maar dit jaar gaat denk ik niet heel veel video's online komen. Gewoon een beetje zoals ik nu doe, af en toe. En blijf me alsjeblieft volgen, want I'm coming back. Dus dat was een beetje informatie die ik deze video wilde delen. Ik denk dat het toch nog best wel een lange video is geworden. Ik dacht het wordt een heel korte video, maar... Hey, ik ga denk ik nu even een lekker vrijdagavondje... in mijn eentje vieren met pizza. Zo, hey. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop jullie snel weer te spreken. Niet onder reacties natuurlijk, maar hopelijk dus via Instagram. Ja, blijf gewoon mijn video's kijken. Ik probeer zoveel mogelijk te posten. Maar het is gewoon even druk allemaal. En ik heb ook niet meer zoveel video-ideeën. Dus zet dat ook in de... Nee. Er zijn geen reacties meer. Zet dat ook ergens, I don't know, waar je me kan bereiken. Snapchat, alles. Maar ik hoop jullie snel weer terug te zien. I love you, papies. Mwah. Oh, mijn haar erbij is niet zo heel smakelijk. Adios. Oh god, tijden in de reacties. Bye.